Maxime de Roy, beste dame in de eerste serie van het NK A-klasse 2018. Hoe ging het? Redelijk. Het was niet echt makkelijk. Ik moest goed je lijntjes houden. Vaak een split gehad. Dus ik heb me echt moeten worstelen om erheen te komen. Tot en met eigenlijk de laatste bal stond ik gewoon achter Anne. En ik moest strijken om er met één pin voorbij te gaan. Dat deed ik. Ik kreeg met mijn 7-pin viel laat, maar hij viel. Dus dat was heel mooi. En ik heb een hele goede samenwerking gehad met Barbara samen. In de dubbel, als dubbels. En we leefden die laatste game gewoon zo goed erin. En het was heel, heel fijn om zo weer te kunnen spelen, zeg maar. En uiteindelijk toch het willen weten in te halen. Ondanks we echt een hele grote achterstand hadden met nog twee games te gaan. Dus ja, maar eigenlijk overal heel trots, maar er zat meer in. Oké, okay, ja precies. Je weet natuurlijk nog niet, er komen natuurlijk nog veel dames in actie. Ja. 14 april. Dus het is natuurlijk nog afwachten wat het waard is. Klopt. Maar voor nu hè, toch lekker om bovenaan te staan. Zeker, ja. Er komt natuurlijk een mooie periode voor jou aan hier in Dolfijn in Tilburg. Zeker. Het NK allereerst. Daarna het schietspoeltoernooi. Zeker ook, ja. Maar dan wacht er ook nog een toetje voor jou. De EBT Masters op maandag 23 april. Ja, heel veel zin in, ja. Dus dit moet wel vertrouwen geven voor de komende weken. Ja, het is heel fijn dat we nu gewoon heel veel events nu hier mogen spelen al. Want je krijgt dan gewoon al een beetje meer ervaring. Je kan een beetje de baan leren kennen. En dat geeft juist wel positief ten opzichte van het schietspoel en de Masters erachteraan. Ja, mooi. Dat is heel mooi, ja. Goed. Nou ja, we moeten het natuurlijk nog afwachten wat je score waard is. 13,56 was het volgens mij. 16,56, ik verspreek me inderdaad. En, maar goed, ik ga ervan uit dat we je weer zien zondag 15 april voor de finale dag. Ga ik ook vanuit. Goed zo. Fijne dag nog en bedankt. Hetzelfde.